Nou, we zijn er weer ready. Jemima? Ja. Ja. Beste mensen, goedemorgen en weer van harte welkom bij een nieuwe video van Seinpel Slingen over het thema Try This at Home, naar aanleiding van het boek Spreuken uit de Bijbel. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik jullie echt allemaal van harte mis. Wat is het jammer dat we niet bij elkaar kunnen komen. En sommige van jullie zie ik via de Zoom of op andere digitale manieren, maar dat is toch echt niet hetzelfde als bij elkaar samenkomen om dingen samen te kunnen doen. En ik krijg ook heel vaak de vraag, ja, maar wanneer gaat Seinpels dan weer open? En ik moet eigenlijk zeggen, ik weet het nog niet. We gaan er volgende week over praten en nadenken. En zodra we wat weten, laten we het horen. Maar voor nu, nog een beetje geduld. En ik wens jullie heel veel plezier met deze video. En wat is nou slecht? Dat is in het leven een hele belangrijke vraag. Bijvoorbeeld, al die maatregelen die we nu hebben tegen de coronacrisis. Is dat nu goed? Of is dat nu slecht? De meningen verschillen soms. Of volgende week, dan gaat de basisschool weer een stukje open. Veel kinderen die kijken daarnaar uit en zij zullen zeggen, dat is goed. Maar er zijn sommige ouders en sommige leerkrachten die twijfelen nog een beetje. En zij zeggen misschien, ik weet niet of dat wel zo goed is. Dat laat meteen zien dat die vraag naar goed en slecht niet altijd zo eenvoudig te beantwoorden is. Maar het is wel een vraag die we overal tegenkomen. We zijn bezig met onze serie over het boek Spreuken, omdat het zo'n praktisch boek is over de wijsheid van het leven en het geloof. En vanuit die praktische insteek is het ook geen wonder dat die vraag naar goed en slecht regelmatig opduikt. Spreuken is zo geschreven dat het lijkt alsof een vader advies geeft aan zijn zoon. Of je zou ook kunnen zeggen alsof een moeder advies geeft aan haar dochter. En die adviezen zijn soms heel concreet. Laat ik een stukje voorlezen. Spreuken hoofdstuk 4, vanaf vers 14. Daar staat, luister niet naar slechte mensen. Als zij verkeerde dingen doen, moet je niet meedoen. Volg een slechte voorbeeld niet. Want slechte mensen willen alleen maar kwaad doen. Ze willen andere mensen pijn doen, iedere dag weer. Voor hen is geweld net zo gewoon als eten en drinken. Ze leiden een slecht leven. En als er iets verkeerd gaat, begrijpen ze niet hoe dat komt. Maar goede mensen leven een goed leven. Zij worden steeds gelukkiger en wijzer. Ze lijken op de zon die steeds meer gaat stralen. Luister goed. Luister aandachtig naar mijn woorden. Denk er altijd aan. Bewaar ze in je hart. En doe wat ik zeg. Eerlijk gezegd lijkt de boodschap je nogal eenvoudig. Luister niet naar slechte mensen, want zij doen verkeerde dingen. Maar luister naar goede mensen. Kijk naar hun voorbeeld.
en dan zul je gelukkig zijn. Dat klinkt eenvoudig, concreet, goed advies. En toch is de vraag, hoe heeft dat goede en dat slechte nou invloed op jou? Laat ik een voorbeeld geven. Er was een keer een man die bij wijze van experiment een maand lang bij de McDonald's ging eten. 'S morgens, 's middags en 's avonds. Je moet er eerlijk gezegd niet aan denken, maar wat blijkt, het experiment moest voortijdig worden afgebroken. Nou, iedereen kan best wel een keertje bij de McDonald's gaan eten als je dat lekker vindt. Maar als er heel veel ongezonde dingen in je lichaam komen, dan wordt je lichaam zelf uiteindelijk ongezond. Dat klinkt heel logisch, maar ik denk dat we dit idee nog wel veel breder kunnen trekken. Want uiteindelijk heeft alles wat bij je binnenkomt, op wat voor manier dan ook, invloed op wie je bent en hoe je denkt. Als ik heel veel optrek bijvoorbeeld met iemand die de hele tijd heel negatief loopt te roddelen over andere mensen. Wat gaat er dan gebeuren, denk je? Uiteindelijk zul je merken dat je ook zelf, zelfs al zou je dat niet willen, dat je ook zelf negatief begint te roddelen over andere mensen. Alles wat we in ons opnemen heeft invloed. De boeken die we lezen, de tv-programma's waar we naar kijken, de gesprekken die we hebben met mensen, de series op Netflix die we uitkiezen en de muziek waar we naar luisteren. Elke keer komt er een klein stukje informatie bij je naar binnen en die informatie maakt wie je bent en bepaalt hoe je denkt. De spreuken wil tegen ons zeggen, maak wijze keuzes. Maak wijze keuzes. Kies voor goede boeken, goede tv-programma's. Kies voor goede gesprekken met goede mensen. Kies goede series op Netflix. Luister naar goede muziek. Soms kun je heel diep en filosofisch nadenken over wat nou goed en slecht is. Maar laat ik het even heel praktisch houden. Als de dingen die je in je opneemt ervoor zorgen dat je cynisch wordt, dat je achterdochtig wordt, dat je negatief gaat denken over andere mensen, dat je op een hele pessimistische manier naar deze wereld gaat kijken, dan zijn we mijlen ver verwijderd van het advies dat Spreuken aan ons zou willen geven. Maar als de dingen die je in je opneemt ervoor zorgen dat er liefde is, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, dan is dat de richting waar Spreuk ons heen wil leiden. In Nederland hebben we een spreekwoord waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En eigenlijk is dit een spreekwoord dat teruggaat op de woorden van Jezus. Uit Lucas 6, vers 45. En Jezus sluit daarbij aan op de wijsheid van Spreuken. Als er slechte dingen in je hart zitten, dan zullen er ook slechte dingen uit je mond komen. Maar als er goede dingen in je hart zitten, dan zullen er als vanzelf ook goede dingen uit je mond komen. Wat betekent dat voor ons? We zijn bezig met de serie Try This at Home, omdat we in deze coronatijd allemaal heel veel thuis zitten. En de boodschap van vandaag is tegelijkertijd extreem praktisch en eigenlijk ook extreem uitdagend. En ik zou je eigenlijk willen oproepen, kijk nou in de komende week eens om je heen. En kijk met name eens naar al die verschillende dingen die bij jezelf naar binnen komen. En stel jezelf dan de vraag, is dit nou slecht? Of is dit nou goed? Houdt dit mij bij God vandaan? Of trekt het me juist naar God toe? En op welke manier spreken de woorden van mijn mond over de inhoud van mijn hart? Nog één laatste opmerking. Als je op deze manier naar je leven kijkt, dan zou het kunnen dat je erachter komt dat je een aantal dingen zou moeten of zou willen veranderen. Minder van het slechte en meer van het goede. En als dat zo is, dan zou ik je willen bemoedigen. Begin de dag met dit gebed. Heere God, wilt u mij helpen in mijn keuzes van vandaag? Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u prijzen en eren. Amen. Ja.
Gelukkig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren weg zijn wil gevallen heeft en diens wet overpeint, bij dag en bij nacht, want hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op tijd. Welks loof niet verwelkt alles gelukt. Laten we samen bidden. Heere God, heel mijn leven ligt voor u open. Met al het goede en met al het slechte. Wilt u bij me zijn vandaag en in de komende week in alle keuzes die ik moet maken? En mag het licht en de liefde van u en uw goedheid mij steeds dichter bij u brengen. Amen.